Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken en luisteren naar een nieuwe video over de Giro d'Italia 2022. In deze aflevering ga ik etappe 6 bespreken, 192 km met een vroege klim bij de start van 17,5 km aan 2,7%. Vervolgens trokken ze over de vlakke kustwegen langs de Tyrene Zee op weg naar een nieuwe massasprint in Scalea. Voor een tijdje hadden we geen ontsnapping, totdat J.O. Rosa besloot om uh, wat actie te ondernemen. Aan het begin van de etappe waren er wat uh, renners die uh, plezier wilden maken, zoals Magnus Kort besloot om een uh, nep-aanval uit te voeren. En ook uh, Pascal Eekorn en Bauke Mollema deden precies hetzelfde. We kwamen aan het begin van de beklimming. En dat was het uh, moment van uh, Diego Rosa. Hij besloot toen om uh, zijn aanval in te gaan zetten. Laten we wat uh, naamsbekendheid proberen te krijgen voor ons uh, team. Dat was denk ik toch het uh, voornamelijkste doel. Want je gaat niet uh, in je eentje, laat maar zeggen, 130, 140 kilometer uh, op kop rijden. Dat doe je in ieder geval denk ik niet voor je plezier. Zijn uh, uh, voorsprong bleef een beetje schommelen. Rond de vier minuten na de aanval van Rosa kon je gerust even de was uitpakken of even lekker uh, in uh, de zon buiten zitten, want uh, tot aan de laatste kilometer was uh, de etappe echt gruwelijk saai. De strategie van Lotto Soudal was vergeleken met de vorige sprintetappes uh, heel anders dan uh, nu in deze vijfde etappe. Ik denk dat ze de vorige sprint-etappes meer probeerden om juist de trein te formeren die Johan uiteindelijk naar voren wacht. En gisteren leek het specifieke doel voor Lotte Soudal dat uh, de laatste twee renners Caleb Ewan zouden moeten brengen naar het uh, wiel van Mark Cavendish. Ze brachten Caleb Ewan naar het wiel van Mark Cavendish en toen bleven die uh, twee renners uh, rond Caleb Ewan voor het geval als hij het wiel zou verliezen. Naar mijn mening een goede strategie. Dit deden ze natuurlijk omdat in de derde etappe die trein van Lotto Soudal en natuurlijk van sprinter Caleb Ewan helemaal elkaar kwijtraakten waardoor Ewan niet in een goede positie aan de sprint kon beginnen. Met nog één kilometer te gaan zagen we dat Guillaume in ieder geval geen ploeggenoten meer had om de sprint aan te trekken. Dus ging hij achter Conzoni zitten. De lead-out man van Kim Kimolai blokte de voorlaatste man van Quickstep. Morkov moest daardoor opnieuw aanzetten. Om Cavendish weer naar voren te brengen. Juan. Had, een perfecte, uh, ja, had gewoon een perfecte slipstream. Morkov wijdt dan uit naar de linkerkant, waardoor De niet aan de linkerkant uh, kon sprinten. En eigenlijk uh, een uh, nieuw momentum moest verzamelen. Hij koos ervoor om mee te gaan in het wiel van uh, Juwen, in de slipstream uh, van uh, Juwen. En wist hem uiteindelijk uh, ook nog uh, te kloppen. De wist dus uh, Juwen te kloppen doordat uh, hij zijn fiets als eerste over de lijn had gedrukt. De top 10 van deze zesde etappe. De wordt eerste. Jongen, tweede. Cavendish, wordt derde. Kimai, vierde. Zat op hele kleine momenten een klein beetje vast. Toch ook wel weer in deze etappe. Net zoals die twee vorige uh, etappes waar het in een uh, massasprint uh, draaide. Zat hij, toen zat hij heel erg klem. Deze etappe dus op een uh, paar kleine momenten. Maar ook in die laatste. 100 meter had hij echt niet genoeg topstelheid om uh, de beste sprinters van deze Giro uiteindelijk te verslaan. Niet solo wordt vijfde, Bauhaus zesde, Vendrame zevende, achtste, Consoni negende, Albanese en uh, Teun sluit de top 10 af. Ik wil het ook nog even kort hebben over de twee situaties die zich voordeden in deze sprint. Allereerst Kimolai zwiep naar de rechterkant, recht in de trein van uh, Quickstep. Volgens mij hinder die uh, van Leerbergen daar totaal uh, onnodig. Dit was echt een opzettelijke beweging van hem, want hij zat ook zo nog naar rechts te kijken van kan ik iemand proberen te hinderen. Kimolai had gewoon een beetje naar rechts kunnen sturen om zichzelf dan uh, te laten afzakken en niet van het uh, midden van de weg om uh, dan uiteindelijk naar uh, rechts te hoeven slingeren. Totaal onnodig. Maar dan Gaviria als eerste. DSM ging in deze etappe voor Kees bol. Ze zijn sowieso elke keer een beetje aan het wisselen. Wie er mag gaan sprinten. De ene etappe is dat Dainese. De andere etappe is dat Kees Bol. In dit geval was dat dus Kees bol. Omdat Dainese voor Kees Bol reed. Gaviria reed eigenlijk naar rechts. En op dat moment stopte Dainese zijn lead out. En uh, probeerde Gaviria om Dainese heen te gaan. Maar daar maar daarmee rijdt hij ook Kees Bol voor de sokken. Ik leg voornamelijk in deze situatie de schuld toch wel bij Gaviria. Ja, Kees Bol en Dainese bewegen ook niet horizontaal uh, hun treintje dan met z'n tweeën. Maar Bol mag wel gewoon proberen om het wiel van Dainese vast te houden. Gaviria wilde een ruimte induiken, maar die was het simpelweg gewoon niet. Eigenlijk totaal niet. Uh, Dainese maakte ook nog wel een rare manoeuvre door eerst eigenlijk naar links te gaan en dan eigenlijk ook weer naar rechts. Ik denk ook wel dat Gaviria toen dacht van, uh, toen Dainese naar links ging, dacht Gaviria ook wel, hé, hey, er is misschien toch een klein gaatje, misschien kan ik er toch induiken. Al ondanks was dat gaatje, er was die echt gewoon klein en kon hij er echt gewoon niet uh, door. Uiteindelijk gewoon echt een heel raar incident. Uh, ja, dit seizoen sowieso nog uh, niet gezien, dit incident. Gelukkig uh, viel uh, Gaviria niet of uh, Bol. Gaviria is in ieder geval uh, wel teruggezet uh, naar uh, de laatste plaats van uh, de groep, die dus uh, als uh, eerste over de finish kwam. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even de blauwe duim omhoog. Abonneer gelijk dan ook hier even beneden. Als je dat natuurlijk nog niet had gedaan. Morgen ben ik er weer. Dan ga ik etappe 7 bespreken. Dat uh, belooft een interessante etappe te worden. Daar ga ik het uh, uitgebreid dan over hebben. Dan uh, hoop ik dat jullie daar morgen ook weer bij zijn. Voor nu tot de volgende video. Tot morgen en later.